Goedemiddag, het is vandaag donderdag 21 januari en we staan hier bij de Olandstal van coöperatie Bayongbong. Een klein jaar geleden hebben we een donatie gekregen van de Nederlandse familie Hesselmans om deze stal te renoveren. En 3 maanden geleden waren we hier voor het laatst en het is te zien dat de renovatie bijna klaar is. Dit zijn de heren Aan, dus de groepsleider van Olam. Meneer Bambang, secretaris van de coöperatie Bayongbong. En meneer Jacob, hij is de projectleider van de renovatie. En op een hana is de renovatie klaar. We zien dat de vloergoot intussen voorzien is van tegels. Er moeten nog een paar kleine dingen gedaan worden. Onder andere het aansluiten van de drinkbakken. Er worden nog een paar palen verzet die in de weg staan voor de ligplaatsen voor de koeien. En er moet nog 160 meter waterleiding aangelegd worden, zodat het water van boven uit de bergen naar beneden kan komen om water voor de koeien te geven. Verder komen er nog rubberen matrassen hier op de ligplaatsen. Die zijn nu nog in Bandung, die zijn besteld en die worden volgende week gebracht. Dan nadert de renovatie zijn voltooiing en begin maart komt hier een stagiaire, Ivo Sterenborg van de Has in den Bosch. En Ivo die gaat de verdere begeleiding en het schrijven van procedures voor deze stal begeleiden. De koeien die nu nog daar staan en aan de andere kant, die zullen dan bij de start van zijn stage overgeplaatst worden. En dan staan hier op deze 28 plekken, komen er 25 koeien te staan om te beginnen. Die zijn gezamenlijk, die koeien die zijn van 15 boeren. En deze 15 boeren zullen dan de eerste gebruikers van deze stal zijn. Daarna zullen we proberen om deze stal als voorbeeldproject, als demonstratiestal te gebruiken. En zo de stal en de coöperatie verder te ontwikkelen.